Een goedemiddag, alweer de derde dag hier in Oude Siel, het stoerste dorp van Friesland. Mijn naam is Neeltje en vandaag in het programma roeien met de riemen die je hebt, broodje poep, op de bres voor het winkeltje en gedichten uit de klaai. Mijn tafeldame voor vandaag is Klaske Miedema, een vrouw met een heleboel talenten, overal op, aan en bij, een gewezen kroegtijger uit Hantum en natuurlijk een van de beste mopperkonten van Oude Siel. Dit is Oude Siel draait deur. Klaske, leuk dat ik jou heb als tafel, dame. Leuk. Heb jij nog wat te melden? Ja, ik heb gisteravond de herhaling even zien. En toen waren er allerlei jeugd. En ik vond geweldig dat er zoveel jeugd was. Maar wat mij opviel, de jeugd kan niet meer communiceren met een ander. Zoals wij even tegenaan praten. De jeugd die doet alleen al maar zo. Via Face, Twitterboek. En hives. Maar zo gewoon met een ander praten kan ze niet meer. Dus wat moet dat worden in de toekomst? Ja, wat kunnen we eraan doen? Ja, ik zou er wel eens een programma over maken willen. Hoe dat nou komt. Goed idee. Aan tafel, Klaske. Goed, en aan tafel aangeschoven aan de vooravond van de belangrijke Harlingen Terschelling race. De sloep race. De 32e alweer, zijn hier de echte ervaren sloeproeiers. Het is de 38e sloepenrace alweer. En aan tafel hier Inge Tjepkema, een roeister van de dieselwieven in de Eucalypta. En Kees Mollema, je ziet het al, helemaal afgetraind. Lekker strak in zijn vel, bruin verbrand. Hij gaat het morgen doen. Inge, om eens met jou te beginnen. De boot, nou eigenlijk is het geen boot, de sloep zit niet meer vol met vrouwen. In ieder geval niet meer de vrouwen die mee gaan doen aan de HT. Hoe komt dat? Nou, het mooie is, wij hebben nou dus inderdaad een groepje bij elkaar. Dat ben eigenlijk, want je zaan ze krijgt roeien, dat ben allemaal oude roeisters. Er zitten een paar bij, die ben vanaf het begin erbij, er ben wat naaien bij. We hebben nou een jaar niet roeid, maar het mooie is dat we van een week met de deur lopen. We kwamen een paar van die vrouwen van de jaren 15, 16, 17 jaar, die zijn van, we willen het ook proberen. Onze jeugd gaat de sloep in. Nou, we zijn het boordje eerder, we hebben weer in het water gegooid. Hij loopt bij zoonje voor en dames, succes. Proberen maar, dan gaan ze weer. Zo ziet kijk het nou eens, ja, zo ziet het eruit. Kijk eens, prachtig. Dus, geweldig. Prachtig, mooi. Mooie dames in een sloep. En Kees, voor de hoeveelste keer doe jij al mee? Wordt mijn 12e keer. De 12e keer ga je al roeien. Nou, en dan heb ik toch een vraag aan jou. Van wat is nou eigenlijk de lol van het trainen en dan dat wat over? En... Ja, het is lekker asje en lekker traaien heel over de squirrel en die paddels en heerlijk. En dan op de Schelling komen onder die brandares. Gewoon geweldig. En wat gebeurt er dan verder op de Schelling? Ik denk dat we even rustig om een feestviering gaan. Ja, maar dan ben je wel oorpijken, want het lijkt mij niks. Nou, ik dacht nog, Klaske, ze hebben dus eigenlijk tekort. Je hebt tennis, je fietst, je bent sportief. Nee, ik moet er niks van hebben. Ik wil wel roeien in Amsterdam in de grachten, dat ik gezellig. Ja, dat is ook ja, feest. Ja, maar ik wil niet op het water roeien. Ik moet er niet aan denken. Als het van het pokkenweer is en alle gaan regen. Je gaat twee slagen vooruit en je gaat drieën achteruit. En als je aankomt op de Schelling, kist een week niet zitten, want de kont en die spek open. Maar we hebben een feest. Ja, maar de hand, de kist ook een week niks met die hand. Niks voor mij, niks voor mij. Je gaat voor je gevoel een paar keer compleet aan het andere onderwijs. Maar het is echt verstaald op nul. Heerlijk butten en gewoon plat ervoor. En je komt over de finish en je hebt één grote kick. En ik doe hier wat aas. Nou, ik ben dan toch benieuwd, want we hebben een mannensloep, de Zeeleeuw 2. Die gaat morgen om 8:15 van start. Kwart over acht, meneer. Dag en douw. En een vrouwensloep. Zit er een verschil in? Denk je, Kees? Nee, volgens mij niet. Think it that. Schelden de mannen. Ik heb een keer meegeroeid en het is wel toch best wel scheldpartijen, hoor. Wij schelden wel eens op mijn koor, maar daar worden we wel helemaal sterker van. Ja, dus dat, is, dat geeft gewoon kracht en moed. Ja, klopt. Nou, ik vind het fantastisch dat de heren weer mee gaan doen. De heren zijn ook echt goede roeders. Roeiers. Logeert morgen rond roeien. Zijn verjaardag in Hotel de Witte Klok. Zijn kleren hangen voor het raam naast de bakjes voor het hele land. En hij praat met kinderen, hij kiept snoep in de schoorstenen en hij loopt gewoon op straat. Leuk gespeeld, dacht ik, tot ik een hapje zat te eten in het eetcafé. En Sinterklaas komt binnen en gaat naast me staan en hij zegt, dag Wies, bevalt het hier? We kijken elkaar aan en het gebeurt. Sinterklaas bestaat. Hij staat hier naast mij. 5 eeuwen dakervaring te paard. Energiek als een jonge vent. 'S Nachts zing en wacht ik en ik zing. Met een wortel in mijn hand. Zou de goede Sint nog komen?
En daar is hij weer. Onze eigen dorpsdokter Paul Beugels. We hebben hem natuurlijk al gezien en we zijn weer blij dat hij hier is. Misschien heeft hij wat tips en trucs voor de roeiers of nog iets anders over de echte Beeldse kwaaltjes. Paul, welkom. Dankjewel, Neeltje. Nou, nu je het zo over die roeiers hebt. Ik heb wel eens inderdaad iemand op het spreekuur gehad. Die man die had jaren geleden geroeid en op een gegeven moment liep hij heel beroerd. Dus hij kwam samen met zijn vrouw, kwam die echt heftig mankend binnenlopen. Hing eigenlijk over zijn vrouw heen. Stroffelde zo de praktijk bij ons in. En die zei van, ja dokter, mijn vrouw zegt dat ik de laatste tijd wat slecht loop. Ik zei, ja, dat is inderdaad goed te zien. Maar heb je er al lang last van? Nou, 1 of 3, zei hij. Ik zei, oh, nou, dan hebben we wel de tijd om naar de dokter te gaan na 3 jaar. Maar heb je er zelf ook al eens wat aan gedaan? Nou, zei hij, ik heb een buurman, die is boer. En daar ga ik af en toe naartoe. En die zegt, hier maar eens even op de tafel liggen, op de buik. En vervolgens trekt hij dan zijn klompen aan. En loopt hij over mijn rug heen. En dan hoor ik een paar keer knak, knak, knak. En dan kan ik er weer een paar dagen tegen. Kijk, dat is eigenlijk de voorloper van de manuele therapie. Eigenlijk de podotherapie uit Oudewold zelf. Nou kijk, ze vinden hier een oude ziel alles uit. Eigen praktijken, eigen oplossingen voor allerlei Beeldse kwaaltjes. Paul, dit was weer een geweldig verhaal. We zien je de laatste dag weer terug. Morgen Anneke weer. Hartelijk bedankt. En we gaan over naar het dagelijkse filmpje. Kleine Keizer, ken je hem die? Kist ook Kleine Keizer? Ik heb misschien wel een oud hoofdje. Nou, Kleine Keizer, een klein mansie, maar met een heel verhaal erachter. Kleine Keizer was bijvoorbeeld maar zo groot. Hij was heel klein. En hij heeft hier de eerste steenlijn. En dat is die steen. En die man was zo groot. Ik snap niet hoe hij dat voor een ander gekregen heeft. Mooi, dan eens even uitzoeken. Sietse Keizer, die weet er een hoop van, toch? Ja, die mooi op. Daar gaan we heen. Ja, Sietse Keizer. Sietse, wat heeft dan met Kleine Keizer? Ja, het hele dorp heeft wat met Kleine Keizer. Hij is hier, hij leeft van 1874 aan 1946. Hij is hier ook weer gestorven. Ja, en ja, toen ik op de wereld kwam, iedereen had dan over de Kleine Keizer. Maar wat voor ziekte had hij? Waar had hij gewoon? Ja, hij had wat groeiziekte. Met wat groeihormonen, dat klopte niet helemaal. Maar het is ook niet lilliputter. Hè? Nee. Het is wel alles naar verhouding. Ja, als je een oren bent, Alex was groot. Ja, nefens. Maar het waren gezonde mensen. Ja, absoluut. Viste hier de dieklaas, de hele oude dieklaas. En dan kwam je er in de Westhoek. En dan riep ons men wel van, nou, daar komt de Kleine Keizer aan. Moet je maar zien, het was een bezienswaardigheid. Oh. Ja, we waren maar 98 centimeter. Dus. Ja, maar hij is op een gegeven moment vertrokken. Waar was dat dan? Ja, kijk. Ze hadden niet echt ruim voor zelf. En, hij had twee zusjes en 4 broertjes en zijn huid was al heel vroeg gestorven. En ze moesten wat brood op de plank hebben en toen hebben ze alles gebruik gemaakt van zijn lengte. Dat werd uitbuit? Ja, hij ging de wereld in als kermisartiest. Eerste instantie of dan naar Groningen toe, daar was hij nog maar 6 jaar. En later Luther Kermis en Luther Met en de Santanne. En met 17 jaar in 1891 naar Parijs. Maar ik hoorde ook dat kunstner was. Kunstner? Ja, kunstner. Ja, ik heb ontdekt dat ik schilderen kan. En ik ben met portretten naar gaan. Dorpse gezicht. Je hebt een kleine koeien erin. Ja, ik heb al 4, 5 keer geschilderd. En ook 1 op 1. 1 op 1? Ja, prachtig mooi. Maar er is ook een boek geschreven over kleine koeien. Dit is hem. Deze man die heeft het boek mooi geschreven en op basis van heel verschrikkelijk veel materiaal wat ik opvandeld had van 1985. Ik heb de mappen vol van staan. Mensen, lezen dit boek. En hij behoeft natuurlijk geen introductie. Jong en oud kent hem. Hij heeft vele gezichten. Acteur, zanger, schrijver, musicalster, soapster, lesgever. Hij heeft humor en stijl en is hier met zijn prachtige vrouw, de Dutch Diva van de opera. Hier zijn Edwin Rutte en Annette Andriessen. Welkom. Ja, daar zijn we natuurlijk erg trots op dat ze hier aan tafel zitten. Edwin, ik heb toch meteen een vraag. Een geboren Groninger en dan wonen in Friesland. Hoe durf je? Dat je dat nou durft te zeggen. Verdorie, zoon begint. Maar ja, als je geboren wordt, daar heb je zelf geen zeggenschap over. Was mijn eerste fout in mijn leven, maar toen kwam ik naar Friesland. Maar ik heb een noordelijke ziel. Pas op. Kijk,
En daar gaat het om hier. Noor is mijn lief. Ja, daar gaat het om hier. De noordelijke ziel en ook de ziel in Oude Ziel. Nou. Ja, en ik wil natuurlijk heel graag weten, hoe zijn jullie hier verzeild geraakt in Oude Beeldzeil, Annette? Dat komt door mijn wortels. Mijn ouders zijn in 1920 op de Oude Beeldijk geboren, onder Sint-Anne. Mijn opa Andriessen, die kent menigeen misschien nog wel, die was directeur van de pootaardappelen. Ik zie daar ook aardappelen staan. Mijn ouders zijn naar Den Haag gegaan, wij zijn er allemaal geboren. Maar mijn wortels liggen hier. Ik voel me hier thuis. En ik ben er trots op dat ik mijn grootvader deel met de Rode Koningin van Friesland, met Anita Andriessen, die zoveel betekend heeft voor de provincie. En wat zou ze dit fijn gevonden hebben. Zeker. Ja, dat denk ik ja. Ook. Ja. Ja, nou. Ik vind het ook heel fijn dat we Anita hier even te sprake brengen. Die hoort er natuurlijk bij. Precies. En, ja, en dan natuurlijk de volgende vraag. Wat vinden jullie hier op deze plek? He, in het huis? Wordt er gewerkt? Ik zou je zeggen, ik vind het hier heerlijk. Het is als ik in het huisje ben, aan de ene kant is het Nederland 1 als ik uitkijk. En aan de andere kant Nederland 2. Je ziet die luchten over het wat aankomen. De mensen zijn leuk, recht, aardig, geen smoezen. Je krijgt hem recht voor de kop, wat ze ervan vinden. En dat is plezierig en dat is leuk. En we werken hier graag, we vinden het leuk. Hè? Ja, en we hebben de grootste dakkapel van het beeld. Dus we kijken zo op de vuurtoren van Ameland. En dat is voor het mooie uitzicht. Ach, ja, ja, ja. Maar wat is nou wat je zo boeit hier? Ja, het is eigenlijk altijd, het is altijd anders. Mensen hebben het altijd over het weer. Maar het weer bestaat niet. Laat ik zeggen, het is altijd mooi hier. Of het nou guur waait, of het regent, of het is mooi zon. En ieder jaar weer benieuwd, wat staat er op het land? Ja. En dan 's nachts, als je dan in de als er geoogst wordt, dan zie je die koplampen door het land gaan. Spannend en mooi. Geweldig. Wat is het toch een heerlijke verteller. Die hè? Dus zwarte aarde is ook zo die zwarte klaai. Wat is het, Klaske? Nee. Ja? Zullen we hem nog één keer vragen? Ik weet niet of ik het durf. Ja, zullen we nog één keer? Oké. Okay. Ja? Ome Willem, zullen we nog één keer? Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven. Geweldig, hartelijk bedankt. De tijd zit er alweer op. Dankjewel, Edwin en Annette. Ja, en van het een in het ander. We krijgen de prijsvraag, want elke dag natuurlijk de prijsdag. Prijsvraag. Het goede antwoord van gisteren is gekomen van Jan de Vries uit Hurdegarijp. Voor zijn Scootje Blink verstoppertje, het goede antwoord, zondag de prijs hier. En naast mij een heel mooi beeldsmeisje, Ilja. En Ilja heeft voor ons ook een beeldse uitdrukking. U weet wat u moet doen als u het goede antwoord weet. Ilja, wat is jouw beeldse uitdrukking? Piepskoft. Wil je het nog een keer? Piepskoft. Er zijn vast mensen thuis die deze vertaling op kunnen sturen naar priesvraag@hotmail.com. Dankjewel, Ilja. Wellicht tot de volgende keer. Ik loop naar achteren voor een ontspanning naar deze hersenkraker. Want natuurlijk weer een fantastische band. Zoveel goede muzikanten hier in Oude Ziel. Ik zit hier met Henk Elings en Hein Jaap Hilarides. Het zijn wat namen. En zij gaan een beeldse liedje voor ons brengen. Hein Jaap, het liedje onder introfilm, de kop ervoor. Dat komt ook van jullie cd of plaat. Ja. Is dat echt beeld? Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet exclusief voor het beeld is. Maar laten we erop houden dat, want overal West-Komst, Drenthe, Groningen, Noord-Holland, overal is het over de kop, de voor of de kop, de veur, wat dan ook. Maar voor vandaag is het even beels. Het is echt beeld. En wat gaan jullie nu voor ons spelen? Kieken op de diek. Kieken op de diek. Van Oude Ziel vanzelf. Ja. Hendrik Elings en Hein Jaap Hilarides. Ik zou illustreren naar mijn meisje. Het beest is niet gelijk. Ik zou illustreren naar mijn meisje. Want het beest is niet gelijk. We gaan nou naar het monniken beeld toe. En we kijken daar even op het dier. Ik zou wat dit er met die meisje.
Zie het blij, bist dan niet ziek? Ik zou het met die meisje. Dan zie het blij, bist dan niet ziek? Dan gaan we nou naar het Grauwe Peer toe. En dan kijken we daar even op de diek. Het kabinet is ook gevallen, hè? Ja, ik hoor dat we 12 september weer op het einde de stembus moeten. Nou, in Den Haag loopt alles op zijn kont dat die gemeentelijke herindeling, dat wordt niks, doe. Nou, ik vind het ook niet zo slim, want ik zie zo'n herindeling ook helemaal niet zitten. Nee, als wij overgaan in een grotere gemeente, dan blijft er niks van onze identiteit en ons beeld over. Nou, dan hoop ik dat Omroep Friesland deze opnames goed bewaart, want dan kun je over een paar jaar nog eens wat beeldse opnames zien. Uiteindelijk moeten wij niet overgaan in andere gemeenten, hoor. Dat is niks werig. Maar volgens mij leiden wel wat gemeentes op een loer. Zou dat om een cent te doen wezen? Cent? Nee, het gaat hier niet om een cent. Nee, het beeld moet een rieke partner zoeken. Krijgt de stouw vroeger deen hij trouwen met een rieke boerenzoon? Ja, ik vind dat het beeld en Ameland, dat zou wel met de fuseren kunnen. Kunnen wij mooi het toerisme flink op elkaar zetten? Dan heb ik een mooie leus. Met de blote billen op een blok op Ameland leggen. Nou ja, of hand in hand van beeld naar Ameland. Oh, dat is ook mooi. Nou, ik zou zeggen, droom maar lekker verder. Dan hebben we de morgen nog wel even over. Morgen. En natuurlijk het talent van de dag. En vandaag is dat Lea van der Veen, 11 jaar en gek van poëzie. Dat is natuurlijk al hartstikke leuk. En verder heeft zij ook de prijs gewonnen bij de Voordrachtskrieg. Lea, jij gaat voor ons een gedicht doen. Heb je dat zelf geschreven of is het al een bestaansstuk? Ja, het bestaat al. Ik heb het niet zelf geschreven. En wie is de schrijver? Jelle Bangma. En hoe heet het? Mobiel. Dan krijgen we nu hier Lea van der Veen met haar gedicht Mobiel. Mobiel, zoendrien kan nou niet in. Zoendrien, toch snap me mij. Elke nie net een mobieltje. Is breekbaar nacht en dij. En die hing het on het eer. Of is verskoet in de hoorn. Maar de vingervlugge tommen, sms het hele loon. Elke nie is toets zoveel. Want de hele wierde brood is nou mobiel. Baby, beuker, Jan en man. Doe me niet dokter donderhaal. Elke nie had het te pakken. Is besmet mooi deze kwaal. Ek u spaken, orde man. Rob nou al van cool en yes. Het ek is een naaimobieltje. Beppe krijgt een sms. En voor mij is het super cool. Want ik heb weer een date. Oors ben ik bot verlegen. Maar nou schiet het me geen reet. Want ik toets nou I love you. Heel direct en zonder stress. Want ik sta net door te sissen. Stuur ik een sms. Elke nien is toets zoveel. Want de hele wierde vrood is no mobiel. Ja, geweldig. En aan tafel aangeschoven, de twee vrouwen. Ja, hele dorp kent deze vrouwen. Zij houden het dorp in beweging. Zij zorgen voor de laatste roddels van het dorp. Het zijn de twee vrouwen, Mattie en Wijke van het winkeltje op de hoek. En we zijn blij dat jullie vandaag dicht zijn. Want dan kunnen jullie hier zitten. Ja, mijn eerste vraag is toch, waarom, Mattie, begin je een winkeltje in een dorp met nog geen 1000 inwoners? Ik bedoel, schatrijk word je er niet van. Nee, dat is inderdaad waar, maar het is hartstikke leuk werk. Heel afwisselend, op een heel mooi plakje in Oude Ziel, mooi in het centrum. En de afwisseling maakt het zo leuk en de klanten verzelf. De ene keer komt er een met een jas voor de stomerij. De volgende klant die wil een pakje versturen naar Australië. En weer een die vraagt om een cadeautje voor een jarige hoid of zeun of wat ook maar. Dan kun je dan weer een stukje creativiteit in kwijt. Het is superleuk werk. Ja, maar dat vind ik ook zo bijzonder. Ik bedoel, het is een klein winkeltje, maar je kan er eigenlijk alles krijgen. Ja, dat is waar. We hebben van alles eigenlijk wel wat. We hebben een service point van TNT. En cadeautjes en buskaarten en postzegels. Nou, ja. Kist alles krijgen, hoor. Ik vind het heel bijzonder. Ja, het is ook altijd heel gezellig. Ja, hoor. Ja. Hey. Oh, ja, sorry. Wat is dit nou? Dag, Neil. Meneer Sinterklaas. Wat is nou in dat klopt niet. Oh, ik ben nou even in de war. Dit was niet Sinterklaas. Sinterklaas, het is Hemelvaartdag, geen 5 december.
Ja, Neil, dat weet ik wel dat het Hemelvaartdag is. Maar er is van alles gebeurd en ik wil zeker stellen dat ik op 27 november hier in Ouwerziel weer aan kan komen. En weer kan logeren in de Witte Klok en mijn boodschappen kan doen bij deze dames. Maar een hele hoop mensen hebben roet in het eten gegooid. Oh? Ja, want misschien gaat het wel slecht met de winkel, heb ik gehoord. Dus heb ik het eerste beste vliegtuig genomen en deze kant opgekomen om te checken of het klopt. Nog nooit eerder vlogen vanzelf? Nee. Nou, ik Sinterklaas, ik ben eigenlijk sprakeloos, gebeurt niet zo vaak. Maar fijn dat u hier bent. Maak uw reservering alvast, zou ik zeggen, van de pepernoten en de marsepein. Dames, u moet ervoor zorg dragen dat ik mijn inkopen weer bij jullie kan doen. En dat kan alleen maar gebeuren als de rest van Ouwerziel dat ook doet. Afgesproken? Yeah. Nou, Sinterklaas, hartelijk bedankt. Ik moet er vandoor, want het is het einde van het programma. Dankjewel, Wijken en Matty. Ja. Ja, ik moet nog even nadenken over Sinterklaas op Hemelvaartsdag. Maar goed, het is het einde van het programma en we gaan afsluiten. Ik ga het vandaag anders doen dan anders. Niet op zijn beeld, maar eens in mijn eigen taaltje en kijken of dat de rest van Friesland ook verstaat. Het is alweer gebeurd. Merken hebben wij hier weer van alles in het programma. Ik kan het zo gek niet bedenken of gaat het hier in Ouwerziel. Ouwerziel heet eigenlijk alles. Het heet water, het heet pret, het heet een winkeltje. Dat hebben we net allemaal gehoord. Dus merken kunnen weer van alles hier verwachten. Je kent een WK kennen krijgen hier in Ouwerziel. Je kent ook nog kennen voetballen. Je kent eigenlijk van alles. Ik zou zeggen, kijk morgen weer. Want dan zijn we hier weer op de Koningsstreek. We sluiten af met muziek. En waar wij altijd zeggen in Brabant. Merken. Zelfde tijd, zelfde meid. En ik zeg, houdoe! Voor de wien zit de gang erin. Hak anderen in, als stond ze stil.